Vorige week donderdag lag het statenjacht van de provincie Utrecht aan het eind van de pier. Vanwege het uitzetten van pootaal werden daar mensen van de pers ontvangen door vertegenwoordigers van het productschap Vis en de stichting DuPAN, dat staat voor Duurzame Paling Nederland. Waarover praten zij? Het antwoord is niet zo moeilijk. Over pootaal natuurlijk. De glaszaal die voor een barrière weggevangen is, die is gevangen in de periode dat je ze hier niet uitzetten kan. Dan was de boel was bevroren. Hebben ze groter gemaakt en op dat moment gaan we ze dan naar binnen brengen. Als die beesten dan niet weggevangen worden voor die barrières, nou, dan wordt het gewoon in de natuur heel makkelijk. Als jij niet uit genoeg zwemmen kan, dan word je opgegeten door een ander. Het grote punt is, je kunt een rekenslag maken. Ja? Als je niks doet en je gaat dat beest niet naar binnen helpen, ja? Dan zal die stand alleen maar achteruit lopen. Daar komt de kotter PU3 aangevaren met schipper Gerard Heimensen. Op weg naar de plaats waar de pootaal aan boord wordt gehesen. Onder het toeziend oog van de voorzitter van het productschap Vis, Doeke Faber, Alex Koelewijn van de DuPAN, onze burgemeester Melis van de Groep en andere belangstellenden, wordt de pootaal uit de kwekerij aan boord gebracht, waar ze tijdelijk worden opgeslagen. Dat waren voorlopig de laatste aaltjes, zodat we met volle bun naar het Eemmeer kunnen vertrekken. Daar gaan de eerste aaltjes het Eemmeer in. Totaal zijn het er 350.000 en ze kosten 25 eurocent per stuk. Nou, reken maar uit. We varen naar een andere plek waar de genodigden op het statenjacht alles goed kunnen volgen. Zo kan het dus ook. Poten van pootaal met een spuit, via dek, onder de reling door het Eemmeer in, waar ze in het voedselrijke water volwassen kunnen worden. Door barrières, zoals gemalen en dijken, kunnen volwassen exemplaren onze wateren niet verlaten,
om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken. Vandaar dat deze paling later weer wordt gevangen en vervolgens in zee wordt uitgezet, zodat ze hun tocht naar de Sargassozee kunnen beginnen. Paling hoort bij Nederland, net zoals haring, klompen, tulpen en molens. Het eten van een lekker palingje is een delicatesse en dat blijft mogelijk mits de paling stand op peil blijft. Vandaar ook dat vorig jaar de Dupan werd opgericht. Het is een convenant van kwekers, vissers en handelaren die zich inzetten voor het herstel van de palingstand in Nederland, met respect voor de natuur. Na afloop van de geslaagde tewaterlating van de pootaal werd er op het Statenjacht een toast uitgebracht op de goede samenwerking van kwekers, vissers en handelaren en natuurlijk op een gezonde ontwikkeling van de pootaal. MUZIEK